Mensen van de YouTubers, welkom bij deze nieuwe VS video. En vandaag hebben we weer twee parken die ik tegen elkaar ga opzetten. Dus weer attracties. En vandaag is dat dus Plopsaland tegen Toverland. Twee kinderparken, allee, zo kun je het wel noemen, maar alleen is het Toverland niet echt een kinderpark. Dat is meer voor familie, gezinnen. En er staan nog redelijk wat thrills, unieke topattracties. Plopsaland, dat is nu wel echt een kinderpark, want wat staat daar, lag eruit, dus ja. Super Splash, Anubis uiteraard, Rocks Flyer. Ja, dan heb het ook zover wel gehad. En Toverland heeft dan Troy, Phoenix, Booster Bike, Dwervelwind is ook nog allemaal mooie achtbanen. Maar we gaan er nu mee beginnen, let's go! En de eerste, dat zijn de twee kinderachtbanen, Toys Express tegen K3 Rollerskater. Twee Vacoma kinderachtbanen en ja, Rollerskater, vroeger bekend als Rollerskater in het thema van Wheezy en Woppy. Toen stond er nog, ja, het thema is, de layout is een beetje hetzelfde gebleven, alleen een beetje K3 stijl geworden, maar het is daar nog altijd heel groot en zo en je zit nog altijd in rolschaatsen. En de baan is natuurlijk hetzelfde, alleen ga je nu niet meer door een wasmachine worden een beetje nat. Je gaat nu door een box. Ja, dat water, dat vond ik wel leuker. De Thuis Express, ja, die ligt daar midden in de hal, land van thuis. En ja, je zit in een soort speelgoedtrein. Rollerskater is een heel soepele baan, maar veel stelt het niet voor. Thuis Express ook niet, maar die is een beetje aan de ruwe kant. Maar die is een stuk sneller. Dus Thuis Express krijg je de punt. De tweede is Scorpios tegen de Piratenboot. En het zijn twee schommelschepen. Niet al te groot, het zijn eigenlijk gewoon hele kleine. Maar het punt geef ik hier aan Scorpios, omdat die veel mooier is afgewerkt ook. Omdat er, ja, als het heel warm is, zijn er ook nog fonteinen die dan even de boot, ja, of voor en achter de boot spuiten die omhoog komen. Dus dat hadden nog als extra effect in de, ja, ingang en achtergrond en zo. De gebouwen zijn heel mooi, hè? Ook, dat is ook Troy, ligt in het gebied van Troy. En het schip is in de vorm van een schorpioen. En de piratenboot, dat is gewoon een piratenboot. Die staat er al van, ja, de tijd van Melee Park, alleen heeft hij toen ergens anders gestaan en dan later kwam hij naar de plek waar hij nu staat. Ja, piratenboot, wel een simpele naam en hij ziet er ook. Ja, het heeft te maken met, het ligt in de Piet Piraatzone, maar eigenlijk heeft het niks met Piet Piraat te maken. Ze hadden misschien beter toen Plopsa het park overnam, hadden ze dat misschien een beetje kunnen opknappen. Misschien, ja, de schijvenschuit van Piet Piraat namaken en genoemd hem dan ook de schijvenschuit, ja, dan zou het, ja, wat meer bij het gebied horen, zeg maar. Dus het punt geef ik hier aan Scorpios. De derde, dat is de Zwanenmolen tegen de Zwanenmolen. Ja, het zijn type zwanenmolens, maar in Plopsaland is dat dan zoals bekend de eendjes en ja, in Toverland is dat de dwervel. Het zijn dus een beetje, ja, zeedieren, zeepaardjes lijkt het zo'n beetje. Het ligt in de Magische Vallei, dus het hoort een beetje bij de dwervels. Ja, zelfbedacht volk, dus dat is ook zo zelfbedacht. Dus die zwanenmolen krijgt het punt omdat dat, ja, eigen stijl is. De vierde, ja, dan komen we bij een topper en dat is Troy tegen Heidi the Ride. Twee GCI achtbanen, houten achtbanen en zoals gehoord Great Coast International, ja, dat is rammen natuurlijk. Hè. Alleen is Troy een stuk ouder, ja, 10 jaar of zo, 10 jaar ouder al. En dat heeft een thema, dat van Troy. Zoals bekend de mythe, Harry the Ride is een kleiner type uitdagbaan. En dat is in het thema van hem, Harry. Ja, Harry the Ride is natuurlijk veel kleiner dan Troy, maar ja, er zit op een bepaald moment zelfs goede airtime in, goede snelheid en van begin tot het einde gewoon vol actie. Maar ja, ook al is Harry the Ride een goede baan,
Ja, hij komt lang niet bij Troy, Wodan of Joris en de Draak. Dus ja, Troy verdient hier zeker het punt. En de volgende, dat zijn de twee zwijfmolens. Dus een zwijfmolen in Plopsaland tegen ja, Simsalaswing in Toverland. En deze, ja, normaal zet ik deze soort attracties en ook de eentjes zo, dat zet ik nooit in elkaar. Maar als ik het in elkaar kan opzetten, zet ik het even in de video. Zoals de kikkers van Plopsaland, ja, die ga je in deze video helemaal niet zien. Maar ik geef hier het punt aan ja, Toverland. De Simsalaswing, ja, dat is wel wat betere, mooier, ligt ook in hal van thuis. Er zijn wel lichten in die zwijfmolen. En ja, de zwijfmolen van Samson en Gert was zo goed als niks. Misschien dat we kunnen ook wel verwachten dat heel dat kermisgedeelte van Samson en Gert ooit vernieuwd gaat worden, omdat Samson en Gert zoals bekend niet meer bestaat. En de volgende, dat is Storm op, ja, allee. De zwijvende boot, of ja, hoe noemt zoiets? De Alpenrutscher, ja, dat is een moeilijke naam. In Toverland tegen de Boomstronk in Plopsaland in Mayaland. En hier geef ik het punt aan Plopsaland. Omdat dat zo, ja, in Mayaland is heel mooi afgewerkt. Je zit in een Boomstronk, je zit er zo'n grote pijl naast. Mooi afgewerkt, ja, en ja, die boot van. Van Toverland, dat is zo goed als niks, die staat er maar gewoon voor de sieren en voor de kleine kinderen. En de volgende, dat is Merlin's Quest tegen het bos van Plop. En dit zijn ja, buitochten. Merlin's Quest, dat is een open ride met een stuk dark ride. En wat effecten, heel mooi afgewerkt. Ja, zoals bekend, een nieuwe attractie samen met Phoenix en Port Laguna, verleden jaar geopend. En Bos van Plop is de oudste attractie van Plopsaland, alleen heeft het niet altijd Bos van Plop geheten. In de jaren 70 opende deze attractie onder de naam Apirama. En nou, toen was het helemaal in het thema van de bijen, Meli. En ja, de rit zelf is nooit veranderd, alleen het thema is dan in 2000 veranderd na Plop. Heel oude attractie, dat Bos van Plop, maar ja, voor kinderen is het natuurlijk leuk. Ik stap ook wel even graag in die attractie. En die ene drop, ja, niet nat, niet hoog, maar ja, voor kinderen is dat wel leuk. En ik amuseer me ook nog altijd op deze attractie. Maar ondanks dat is Merlin's Quest veel mooier afgewerkt, veel hogere kwaliteit attractie. Dus Toverland krijgt hier het punt. En de volgende is de boosterbike tegen de Anubis. De twee gelanceerde achtbanen. Alleen is de ene een Vekoma en de andere een Gerslauer. Boosterbike, zoals bekend met die motorkis. Waar Bekang, ja, een van de enigste ter wereld met zo'n motorkis. Er zijn ook wel andere type achtbanen waar je bijvoorbeeld op een quad zit of paardjes. Maar ja, een motorkis is er nog maar één op de wereld. En de Anubis, dat is de geweldige gelanceerde achtbaan met de drie inversies. Dat is bekend een Immelman, een Dive Loop en een Battle Roll. En ik geef het punt hier aan Anubis, want daar, ja, een boosterbike wordt gezien als een thrill, maar eigenlijk, ja, je moet er ook 1,40 meter voor zijn, maar dat is niet omdat die extreem is, dat is gewoon omwille van de zittingen. Als je kleiner bent dan 1,40 meter, kun je niet op die motor en dan zit je niet goed vast. Ja, je snapt het wel, maar qua rit, een paar airtime heuvels, lekker soepel, maar ja, eigenlijk noem ik het meer een familieachtbaan dan een thrill. En ja, Anubis, dat is natuurlijk een echte thrill. Hè. Nee, het is geen thrill omdat het in Plopsa-park is van, ja, het is voor een Plopsa-park een hele goede achtbaan. Nee, als Walibi dat zal maken, is het ook een goede achtbaan. Je snapt wel wat ik bedoel. Hè. En de volgende, dat is de Dwervelwind tegen ja, de onbekende achtbaan in Plopsaland. En ja, de Dwervelwind is een Mack Ride. En ja, zoals de Euromir in Europa Park. Met draaiende gondels die op zwaartekracht draaien. En er is dan onboard muziek bij. En ik vind dat leuke muziek. Het is geen, niet zo van die ja, slechte muziek. Ik vind het echt een goede soundtrack dat die Dwervelwind heeft. Ook is het station echt van heel hoge kwaliteit, een van de mooiste dingen in het park. Ja, maar eigenlijk is het hele park eigenlijk al mooi afgewerkt, maar ook
Ja, er zitten veel bochten in. Je gaat van links naar rechts en is er ook nog een boemerangbocht waar je half over de kop gaat. En ja, dat vind ik leuk. Het is echt een toverland attractie. En ja, die nieuwe achtbaan, dat wordt een extreme spinning coaster, zoals ja, de Time Traveler, waar ik even wat foto's van heb bijgezet. Dus de achtbaan die je aan de Plopsa kant ziet, ja, dat is de Time Traveler. En dat is een spinning coaster die daar over de kop gaat. Dat is wel extremer dan een Mac spinning coaster zoals bijvoorbeeld Dwervelwind. Dus nou, die nieuwe achtbaan, ik denk dat ik die leuker ga vinden. Dus Plopsaland heeft hier het punt. En de volgende is de Blitzbaan tegen de Draak. En waarom zet ik deze tegen elkaar? Want het zijn geen dezelfde soort attracties. De Blitzbaan is een elektrische bobcart, roddelbaan. En de Draak is een Mac-powered coaster. Maar waarom zet ik ze tegen elkaar op? Ja, simpel, omdat ze allebei elektrisch worden aangedreven. En ik geef hier het punt aan de Blitzbaan, want ja, de Draak Mac-powered coasters zijn sowieso aan de saaie kant, dat is meer voor kinderen, maar ja, ik blijf het wel leuk vinden. Ik kan zo'n achtbanen niet overslaan als ik naar een pretpark ga die ze hebben, zoals Bobbejaanland, Plopsaland, Europapark. Dat soort achtbanen kan ik gewoon niet overslaan, ik vind ze te leuk. En Blitzbaan, ja, dat is gewoon, ja, ik ben dol op roddelbanen, dat vind ik echt cool. De snelheid kan bepalen. 45 per uur gaat deze dus. Dat is wel rapper als de Draak. En de Draak die is heel mooi afgewerkt. Ja, het station, mooie trein. Alles heel mooi afgewerkt, maar de snelheid die zit er niet in. De Blitzbaan dus. Die heeft vroeger Woutracer genoemd. Dat was toen ook elektrisch. Ja, eigenlijk vind ik die... Ja, die ruidelbanen die tegen een berg op zijn gebouwd, veel beter. Maar ja, dat is nu even mijn mening, omdat het zo in bossen zit en ja, achtbaan in de natuur, dat vind ik sowieso mooi. Dat is, als dat tussen de bomen is zo. En de volgende, dat is de Zork tegen Dino Splash. Ja, en Dino Splash die moet denk ik nog openen. Of niet, ik weet het niet. Was het oktober? Ik dacht eerst september, maar ik dacht dan toen dat ze de opening hadden uitgesteld. Maar ja, dat maakt even niet uit. En Zork, ja, vroeger de Backstroke, maar ja, van thema en alles is al niks veranderd, alleen de naam is veranderd. En Dino Splash, dat is nog altijd dezelfde baan. Alleen ja, nu in Dino thema. En vroeger in soms een Ger thema. Maar ik geef er het punt aan Toverland nog steeds. Want ja, Dino Splash gaat sowieso wel mooier zijn dan de boomstammetjes vroeger, maar toch, qua rit vind ik Zork denk ik nog altijd leuker geworden, omdat hij een drop achteruit heeft. En de volgende, dat is de Genju River tegen Kaatjeshoekteend. Ja, en hier gaan we niet lang over klappen, Genju River heeft het punt, want ja, eigenlijk noem Kaatjeshoekteend, dat is gewoon rondvaart, maar eigenlijk wordt dat ook nog gezien als een rapid. Maar ja, het is een belachelijke battle, ik weet het, maar ja. Ginger River even punt. En de volgende, dat zijn de theekopjes tegen de theekopjes. Ja, Prinsessia in Plopsaland. Dus die krijgen ook het punt, die van Plopsaland. Omdat die theekopjes van Toverland ja, simpel zijn. Hier en daar wel wat kleurrijke toverkleuren. Maar dat Prinsessia is zo mooi, daar zit er nog een restaurant aangebouwd. Mooi. Dus Plopsaland even punt. En de laatste battle. Dat is de paardjes ride, oftewel de paarden van in Taka of zo, ik weet het niet. Ligt ook in het gebied van Troy tegen de konijntjes. Ik ga ook niet lang over klappen, ook mijn kinderattractie. De konijntjes krijgen hier punt, omdat ja, paardjes ride, dat is simpel. Konijntjes, dat is een beetje eigen thema. Overige attracties is nog in Toverland Phoenix, Drakenslangen, Villa Fiasco en het Toverhuis. En in Plopsaland de Mega Mini Jetski, Super Splash, Rocks Flyer, Victor's Race, Grote Golf en de Wiki Splash Battle. En dan hebben we de uitslag mensen. En dat is voor Plopsaland 11 punten en voor Toverland 13 punten. Dat Toverland wint, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind Toverland op zich ja, sowieso leuker. Ook qua attracties, dus ja, deze uitslag is naar mijn mening ja, perfect. Maar dit was de video mensen. Like als je het leuk vond. En dan zeg ik nog één ding en dat is ciao.